Ik ben Wilco van der Vaart, melkveebedrijf in Tienhoven. Ik ben de bodemcursus gaan doen omdat ten eerste omdat we samenwerking hebben proberen aan te gaan met Tunementen samen met Commerland. En daar is René Jochems toen die tijd wezen praten en daar zijn we toch achter gekomen dat er nog heel veel onduidelijkheden voor ons zijn in de bodem. Dus waarom wij tegen problemen aanlopen, onkruiden. En ik hoop nu manieren te leren dat we het niet chemisch en met kunstmest kunnen oplossen, maar gewoon op de natuurlijke manier. Ik ben Willem en Jansen, melkveebedrijf van melkkoeien, melkgeiten in Weesp. Deels eigendom en deels natuurgronden. En via de natuurgronden in contact gekomen met het project van pachter naar partner bij Natuurmonumenten. En daar in dat pad kwam ook het verhaal bodem aan de orde. En ja, uiteindelijk begint het bij de bodem om boven de grond het resultaat te halen. Vandaar ook dat ik bij deze cursus meedoe, dat ik zeg van ja, extra informatie of bevestiging van. En daar weer op door te beduren. Nou, ik ben Monique van der Laan, biologische boerderij De Beekhoeve, samen met mijn man. We maken kaas, boter, melkvee, we ontvangen mensen op de boerderij, we hebben een winkeltje. En waarom ik deze cursus boeiend vind, is, ik heb agrarische opleiding gedaan. Nou, als ik hier dan zit en René vertelt, dan valt mijn mond gewoon open. Dit is gewoon totaal anders. Heel vaak precies andersom. En ik heb al die tijd dat ik boer ben. Ik ben eerst akkerbouwer geweest bij mijn vader. En dan nu melkveehouder op dit bedrijf. Altijd wel een gevoel dat er gewoon dingen niet klopten. En nu ik het verhaal van René hoor, dan weet ik van nu snap ik waarom dat gevoel er was, dat ik voelde dat het niet klopte. Ik word er nog wel steeds nieuwsgieriger van, want ik heb het idee dat hij lang niet alles vertelt. En dus ik word nu heel leergierig. Vertel het me nu wat ik altijd voelde.